De vereniging Dyslexie Suriname heeft gisteren een bijeenkomst gehouden voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen met dyslexie. Het bestuur van de vereniging hield een presentatie met als thema het nieuwe curriculum en individuele leerbehoeften. Bij de presentatie is ingegaan op de activiteiten van de vereniging en op de hervormingen binnen het Surinaamse basisonderwijs. De ouders en leerkrachten kregen de gelegenheid om in contact te komen met specialisten die dyslexie testen. De voorzitter van de vereniging, Amanda Chambar, vertelt hoe je dyslexie kan herkennen. Definitie klinkt ingewikkeld, maar feitelijk komt het erop neer dat het een stoornis is. Dat wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en voorttoepassen van het lezen en of spellen op woordniveau. En dan is key in dit zinnetje hardnekkig. Dus je kunt leesproblemen hebben en je kunt dyslexie hebben en in het begin manifesteert het zich als hetzelfde. Maar als je een kind met een leesprobleem helpt, dan help je dat kind al binnen een aantal behandelingen. Je zou het kind kunnen 2-3 maanden kun je dat kind weer op een goed leestempo brengen. Een kind met dyslexie, daar gaat u van zich verbazen. Hoe moeilijk het beklijft en hoe moeizaam het op gang komt, het proces. En vandaar in de definitie hardnekkig. En dat gaan we ook in het testprotocol, moet dat echt aangetoond worden. Een kind met dyslexie kan normaal aan het onderwijsproces deelnemen. Het is wel belangrijk dat ouders en verzorgers de signalen vroeg herkennen, zodat het kind geholpen kan worden, zegt Chambar. Als je een leerkracht bent, want we hebben hier een aantal scholen zitten, wat zijn feitelijk de stappen die je kan ondernemen? Heel vaak afgelopen periode is het geweest dat de ouders de vereniging gelijk bellen. Wat mag? Die deur zal altijd openstaan. Dat is geen issue. Maar het zou wel fijn zijn dat op enig moment alle scholen de juiste manier weten te bewandelen. Zeg maar, voor het stukje aanmelden. Want feitelijk wil je die signalering in de klas. Want wie is de hele dag met die kinderen bezig? Wie kan kinderen benchmarken onderling? Wie weet of er een achterstand is of niet? En toch de klassejuf of de klassemeester. Dus je zou dat stukje signaleren daar willen neerleggen. Toch? En dan als dat gebeurt, als een leerkracht kan een vermoeden hebben op dyslexie, dan moet dat besproken worden binnen de school met je schoolleider of met je zorgcoördinator of de MLZ'er. Of een remedial teacher als jullie die hebben. En dan wordt er bekeken, moet er met de ouders ook gesproken worden, want die moet je ook aan boord hebben natuurlijk. Amanda Chambar, zij is voorzitter van de vereniging Dyslexie Suriname. Gisteren tijdens een ouderbijeenkomst in het auditorium van Self Reliance.